gegen den Start von der Minimiolis. Hier is uit Tienen. De blauwe kleur daar aan de leiding. Met de achtervolging zien we Joachim Seys en we horen de bel. Dat betekent volgende doortocht krijgen we de eerste punten te verdienen. En we kijken natuurlijk vol spanning wat daar vooraan gebeurt. Kijken wie die eerste punten kan bemachtigen. De doortocht hier van de heren om punten te verdienen. En ja, die eerste punten die gaan naar de nummers 23 en 25, dacht ik. Van hieruit te zitten dus Laurens Bergy en Joachim Seys. En ondertussen een hergroepering daar in de kopgroep. Hergroepering van een renner op 5-6. En daar opnieuw een tempoversnelling. Tempoversnelling uit een van de plaatselijke renners is dat een van de plaatselijke renners met drie ronden op te gaan. Drie ronden op de terren. En dat is Joren van Steenkisten. Joren van Steenkisten met een versnelling op weg naar de volgende doortocht. Waar er opnieuw punten te verdienen zijn. Maar natuurlijk, ze rijden nu in het stuk waar de wind op kop zit. En dat is natuurlijk vervelend. We rijden nu richting de aankomstlijn. Richting de aankomstlijn waar punten liggen te wachten. En we zien de punten naar de nummers 5 en 25. Dus dat is Joren van Steenkisten en opnieuw Joachim Seys die punten halen. En met z'n tweeën rijden ze er nu vandoor. Maar het is natuurlijk een zware discipline die de punten bestrijdt. Ook voor hen, ook voor de minime jongens. Zo meteen duiken we de laatste ronde in met de leiders. Maar we kijken naar de doortocht van Tex Omer was dat. Met de nummer 2, met nummer 9, Maxim Everaert uit Evergem. En dan kijken we dus ook even, de laatste ronde voor Dennis. En we zien daar Joachim Seys. Joachim Seys die daar de laatste bocht van te duiken. Joachim Seys hier op weg naar de overwinning in deze wedstrijd. Met Seys poort naar nummer 1 was dat Bernd Beelen die daar de tweede stek binnenhaalt. Voor Joren van Steenkisten. En ja, we krijgen ook een jammerlijke valpartij.